Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van De Laatste. En normaal zit ik hier met één gast, maar vandaag ben ik met de jongens van Broederliefde. Yes. Brrr, we zijn er. Hoe is het? Gaat lekker. Twaasjeer? Helaas. Een treurig ongeval, moet ik het noemen. Sorry dat ik lacht, Jair, maar... Hij is zojuist geblesseerd geraakt. We hebben een vriendenteam. Op zaterdag spelen we meestal voetbalwedstrijden. En tijdens zo'n wedstrijd is hij geblesseerd geraakt. Wetenschap, Jair, als je kijkt. Het idee is heel simpel. Ik ga allemaal vragen stellen die gaan over jullie laatste keren. Zijn jullie er klaar voor? Spannend. Ik weet niet of ik er klaar voor ben, maar let's go. De laatste dure aankoop. Was een schoen. En dan kan ik me niet echt herinneren hoeveel die was, maar mijn vrouw was er in ieder geval niet blij mee. Nee, dat snap ik. Mijn manager ook niet, dus... Wat voor bedragen hebben we dan? Over 400, 500 plus? Ja. 1000 plus? Bij hem? Ja? Oké, wat is de duurste schoen die je ooit hebt gekocht? Zo, nee, dat weet ik niet. Nee? Nee, dat weet ik niet. Als ik heb wel goed geheugen, ik denk zeker wel rond de 1500. Zoiets. Zoiets, ja. Minimum. Ja, lijp. En wanneer was de laatste keer dan dat je rekening opende en dacht, fuck, deze aankoop was niet helemaal nodig geweest? Ik had dat wel na dat weekendje mobile, ja, kijk ik ook even naar mijn rekening dat ik dat had. Ja. Wat is daar gebeurd? Daarna ja, maar wel. Ja. In augustus, afgelopen augustus waren we naar Marokko gegaan en naar Marbella. Samen met Shaf. Was een, ik ga niet met dragen praten, maar er waren een aantal koppen lichten. Maar ervaringrijker. Ja, het was gezellig. Koek. Ja, het was wel gezellig. Koek. Het was het wel waard uiteindelijk. Ja, was het maar leuker. En wat is het gekste wat daar is gebeurd? In die tijd was hier alles dicht natuurlijk. Ja. En dus daar mocht er wel gefeest worden. Dus eigenlijk het feesten was eigenlijk al heel gek. Gewoon weer als van ouds, gewoon lekker in de club. Gewoon lekker drinken, gezellig. Wie van jullie is het gekste met een borrel op? Dan gaat de mic naar jou. De mic gaat veel naar jou. Ja, wat heb jij gedaan? Ik... Naakt? Oh, ik hoor naakt. Ik hoor naakt. Ik ga hem snitchen. Ja. Waar ben jij naakt geweest? Of zo. Die gozer, vroeger toen hij dronk, hij werd een ander mens. Ja? Hij werd gek. Demon. Die man deed gewoon al zijn kleren uit. Rennen over straat. Streaken. Ja, ik kan me ook een keertje in Curaçao herinneren. We waren op een feest, gedronken, gezellig. Einde van de avond, die man had zoveel gedronken, hij kon geen Nederlands meer praten. Hij sprak een taal, ik zeg eerlijk, tot de Grieks. Dag van vandaag. Hij sprak Grieks. Papadopoulos. Maar... Hij sprak Grieks. Papadjoujago, kijk eens. Kun je nog iets van herinneren? Om eerlijk te zijn, vrij weinig. De laatste keer dat jullie op een gekke plek seks hebben gehad? Maar ik werd zo heel verstandig zo doorgegeven. Op zee. Op een jetski. Vind ik mooi in het rijtje van gekke plekken. Jullie? Op de motorkap in het bos. Oké, ja. Op de motorkap. Overdag of 's nachts? Ja, wel 's nachts. De laatste keer dat jullie een blunder hebben gemaakt op het podium. Dat is alweer een aantal jaar geleden. Waren we in Suriname, hadden we een optreden. En je had een soort van het podium, gewoon. Ja. Maar ik was helemaal links. Ik dacht ergens, zeg maar, in te stappen. Waar ik dacht dat het een podium was, maar daar was dus geen podium. Nee. En eindstand lag ik op mijn rug. En zagen ze je? Hun hebben het niet gezien, want hun waren bezig met wat anders. En het, weet je toch, het publiek was dat ze een voordeel van groep zijn. Ja. De aandacht is verdeeld. Ja. Snap je? Een paar mensen kijken naar hem, een paar mensen kijken naar hem. Ik kon mezelf wel weer snel herstellen en ik stopte. En weer meedoen. Ja. Mooi. De laatste keer dat een van jullie een pikante foto heeft gestuurd naar iemand. Stuur jij pikante foto's? Nee, man. Stuur jij pikante? Dat is niet echt mijn stijl. Nee, geen dickpics? Lang niet gedaan. Wel gedaan dus. Wel is gebeurd. Jawel. Laten we lekker eerlijk zijn, joh. Kom op, boys. Hey, dat is gauw normaal. Even normaal doen, joh. Wel eens gedaan, maar het zit niet in mijn systeem. Nu komt de avond wel. Weet je wat het is? Kijk, nee, wel eens pikant gedaan. Hoeft niet eens per se een dickpic te zijn, toch? Eén keer vroeg iemand of ik zeg maar zo'n shampoo... Je weet toch, als je je boxer aan hebt of je shampoo erop kan zetten, zeg maar. Ja, oké. Okay, nou. Snap je? Ja. Pikant. Pikant, heel pikant. De laatste keer dat een van jullie een blauwtje heeft gelopen? Ik had ook, zeg maar, een lichtelijke blauwtje opgelopen. Lichtelijk. Kom maar, stond er een dame, maar blijkbaar stond haar vriendin achter mij. Dus ze zei van...
Dus ik liep daar naartoe. Ik liep daar naartoe, zei ze van... Nee. Zij. Huh? Oh. Lichtelijke blauwtje. We zijn eerlijk. Eerlijkheid duurt het langst. Oh, zij zijn gewoon tegen haar vriendin. Ja, ik heb ook een keer die gehad van... Ze doen zo. Ik doe zo. Hey. Hij zit achter mij. Is iemand aan het... Het laatste nieuwtje wat jullie voor ons hebben. Da-da-da-dam. Tromgeroffel eigenlijk. Het laatste nieuwtje, zei je. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. 5 februari 2022 staat Broederliefde in Rotterdam. In Ahoy! Yes. Ahoy! Yeah. Dankjewel jongens, ik vond het mega leuk dat jullie er waren. Echt heel gezellig. Check natuurlijk het concert 9 februari in Ahoy. 5 februari in Ahoy. Oké, 5 februari, niet 9. Vergeet niet te liken, te abonneren. Je kent het wel. Check deze boys en tot de volgende. Joes. Ciao! Als je 9 februari komt, zie je niemand. Alleen schoonmakers. 5 februari.